Alright boys, welkom terug bij de Crew Motorfest. En vandaag gaan wij verder met het Gymkhana Grid Masters event van Hoonigan. En dat zijn een hele hoop events. We hebben er 3 gedaan, waarvan de laatste... Nee, we hebben er 4 gedaan. Alleen de 4e moeten we nou opnieuw doen, want die heb ik de laatste keer gefaald. Heb je die video niet gezien? Ga hem kijken, link in de beschrijving. Maar als het goed is, ben ik nou op die locatie. Waarom? Oh. Ik denk, waarom heb ik een skyline? Dat is niet de mijne. Maar ja, dit event moeten wij nou opnieuw gaan doen. En de reden waarom ik het laatst hier gefaald had, was omdat ik ondersteboven belandde. En ik wist niet hoe ik moest respawnen. Dus toen, ja. We moeten dit halen in 4 minuten 40. En mocht je trouwens deze hele playlist nog niet hebben gezien, dit is waarschijnlijk een van de... Nou, het is letterlijk de tweede update van de hele game. Maar sowieso een hele toffe update. Waarschijnlijk een van de leukste type events die ik tot nu toe heb gehad. Met allemaal drifting en andere gekke stunt dingen. En we zijn nog niet eens halverwege, dus dat belooft een hoop goeds. Dan moeten we dus proberen om deze route af te leggen in 4 minuten 40. Dat moet in principe goed lukken. De laatste keer probeerde ik ook heel veel te driften, wat niet verstandig was, want je hebt niks aan die punten. En dat kost een hoop tijd. Dus we gaan hem nou gewoon even snel halen. Dat zal ook wel lukken. Maar ben ik nog steeds benieuwd hoe dat rechts nou een beetje zit. Volgens mij is het dus puur en alleen gewoon extra geld als je kijkt. Want er staat ook een geldsymbool naast. Maar... ja, er is eigenlijk geen reden om dat te doen. Naast natuurlijk, als je dat geld wil hebben, fine. Maar je moet sowieso zorgen dat je het event in ieder geval haalt. Yeah! Hoppatee! We zullen kijken hoeveel punten we krijgen, of hoeveel geld we krijgen, als we eens zo'n lijn completen rechts. Wel benieuwd. Ik geloof niet dat dat 10k gaat zijn of zo. Dat zal... Oh, de bombaan! Ah! Ik vloog de vorige keer ook uit de bocht, volgens mij. Lelijk dezelfde bocht. We gaan vandaag proberen om gewoon weer een hoop events te completen. We gaan niet deze hele playlist halen, want dat zijn er volgens mij 10. Maar laten we kijken of we er weer 4 kunnen halen. Dan staan we er goed voor de volgende en waarschijnlijk de laatste video. We kunnen zo meteen ook kijken of er nog een andere auto te koop is. Er is een auto die we kunnen kopen, alleen ik twijfel een beetje of ik dat wilde doen. En... we hebben nou 2000 punten, wauw. Of $2000. Amazing. Ja, dat is de moeite dus niet waard. Ook dat drift hier. Ik doe iedere keer handrem in die bocht, maar deze auto die slipt gewoon niet, dus dat moet ik niet doen. We hebben weer bijna zo'n lijn gecompleet. Nice. Ja, waarschijnlijk weer $2000. Whoopsie doo. Kill these tires. Ja, dat is allemaal leuk en aardig, maar dat is helemaal niet mijn objective. Zoek het maar uit. Misschien dat het volgende event weer een drift event gaat zijn. Die kans is aanwezig. En... oh! Ah! Shit! God damn it! Dat was niet heel lekker. En... oh! Ik geloof niet dat ik dat ding de laatste keer heb gezien daar. Die stunt, die heb ik niet gebruikt. Apart. We hebben nou inderdaad $4000. Hoho! Je ziet ook wat dat die dingen op rare plekken staan. Want voor deze bocht... moet je een beetje aan de rechterkant van de weg zitten. Maar dat ding zit precies in het midden. Dus als je hem dan pakt, dan kom je niet goed uit voor die bocht. Dat kan je best wel naaien. We hebben nog 20 seconden. Ah! Gaan wij dit halen? 10 seconden. Waar is de finish? Daar is de finish. 8, 7, 6, 5, 4, 3. We hebben het gehaald. Nog steeds niet fantastisch, though. Maar maakt het niet uit. Winnen is winnen. Volcana. Well done. That time attack was crazy. Funny. And honestly not very easy to negotiate, especially in a 1000 horsepower Camaro. Ik weiger te geloven. 31k, dat is niet eens zo verkeerd. Dat is best nice. Ja, dat is best wel een lekkere zakcentje. We hebben nou 1,7 miljoen. We zijn toch weer lekker aan het sparen zo. En we zitten weer hierin. Maar wij moeten nou dus aan de slag met een Lancer Evo 9. Een van mijn favoriete lancers. En er is hier ergens een treasure. Die zal hier links zijn, right? Hij is hier links. Heb ik het steeds harder te piepen? Ik zal hem elk moment moeten kunnen zien. And it's gone. Dan moet hij achter dit gebouw liggen. Dat is wat het is. Ja, oh! Is ook nog een hele goede kleur. Maar krijg je 50k voor of zo? Plus items. We kunnen even kijken. 18.000 XP. Dat is ook een hele hoop. $37.000. Wij gaan door naar Carbon Project. Lekker dichtbij. Hier moeten we zijn.
Wat bedoel je die Lancer? Ik denk dat die Lancer heel fijn gaat rijden. En hopelijk dat het een beetje off-road is, want hij had over rally. Dus dat zal sick zijn. Get the Mitsubishi Lancer Evo to the headquarters. Dan neem ik aan dat dat extra eiland is waar we eerder zijn geweest. Dat zal de headquarters zijn. Oh, deze is helemaal clean. Er is helemaal niks mee gebeurd. Op zich logisch is. Want dat zullen zij zo meteen gaan doen. Dude, ik heb die Lancers altijd fantastisch gevonden. Echt mooie auto's. Prachtig. Oké, vehicle health. Moet oppassen dat we hem niet helemaal tot losrijden. Maar een beetje tot los moet kunnen. 10 kilometer rit. Chill out a bit. Nou, chat. Maak je nou niet zo druk. Geniet van het leven. Ja, is het gewoon een rondje om de map heen, zowat? Nou, het zal geen rondje zijn trouwens. Het was 10 kilometer, maar... We rijden wel mooier langs het water. Ja, ik neem aan dat we dadelijk gewoon op die bestemming een nieuwe auto krijgen. Of in ieder geval, dan wordt die gelijk gefixt. En dan gaan we over in een nieuw event. Want ik geloof niet dat het hele event puur en alleen dit is. There's no way. Ik vraag me af of ze die Tesla Cybertruck nog een keer gaan adden. Ik verwacht het wel. En als het niet deze game is, dan nog wel een Forza. Maar er komt sowieso een race game waar die Tesla Cybertruck in zit, right? Dat moet. Zo'n geinig ding. Ik vind het niet eens een heel mooi voertuig zo. Maar ik vind het wel grappig, omdat het zo absurd is. En wij zijn bijna op onze bestemming. We zijn inderdaad bij dat eiland. Daar moesten we heen. Oh, ik mis bijna mijn afslag. Oef. We hebben er ook bijna 3 minuten over gedaan. Ik kan het net niet onder de 3 minuten halen. Dat is jammer. Ik vraag me af of dat mogelijk was. Het scheelt niet heel veel, maar... Ik heb vrijwel de hele tijd vol gas gereden, dus... Ik zou niet weten hoe je hier nog 11 seconden vanaf kan schrapen. Of 15 of hoe gaat zijn. 15-9, 15-8. Maar echt dik bak, wauw. Hey, ik krijg een trofee. Festival Fanfare. Wat is dat? Level 15. Ik was nog geen level 15. Nou ja, gaan we nou echt van start of niet? Want ik geloof niet dat dit alles was. New level reached. There's no way dat dit het hele event was, right? Dat was letterlijk het hele event, though. Wat? Ik had fuck, we moeten eerst hierheen rijden. Dan wordt de auto veranderd en dan gaan we van start. Maar dat is dus niet hoe dat ging. En heel leuk dat we nou hier zijn. Maar nou moet ik weer een andere kant op. Oh, maar het is wel op dit eiland, though. Alright. Laat me eerst even hier een rondje driften. Gewoon voor de leuk. Ah. Oh, it is so satisfying. I love it. Nou, ik ben benieuwd naar deze auto. Want ik heb een hekel aan elektrische auto's. Het heeft gewoon totaal geen persoonlijkheid of zo. Maar hij ziet er wel super sick uit. Maar als je dan rijdt, dan hoor je gewoon... Een... Beetje raar. Dit is weer een driftding, of nee? We moeten 6000 punten halen, stond er. En dit is trouwens chrome. Dat is wel cool. Dat is wel een cool livery. Maar... Oh! We kunnen die bordjes pakken. Krijgen we waarschijnlijk punten voor? Dat lijkt op. Ja, de ding is wel weer wat anders dan die auto die we gewend zijn. Die dingen gaan ook weer overeind. Die vallen niet om. Dat is heel irritant. Ik moet ze allemaal omrijden. Ja, dit ding is raar. Gek ding. Klinkt gewoon als een RCXD. En dat is dit in principe. Oh, wat moet ik hier doen? Oh. Oh god. Dat voelt gek. We hebben 3 laps. 6000 punten. Dat is een hoop punten. Oh, we hebben hier weer zo'n... ik mis hem! Oh my god. Ik heb er een slecht gevoel bij. Ik weet niet hoe lang deze baan precies is. Oké, ik mis al die dingen. Het gaat mogelijk slecht. Kijk, dat rondjes driften, dat is prima, die donuts. Maar die andere dingen... Daar komt heel veel precisie bij kijken. En dat is iets waar ik niet echt in uitblink. Al moet ik zeggen... We hebben toch al...
3.500 punten. En we zitten nog steeds in... Ah, in de eerste lap. Ja, ik gebruik volgens mij die handrem ook te veel. Kijk, voor dit soort dingen is dat prima. Voor die donuts. Maar voor die andere dingen moet ik dat waarschijnlijk niet doen. Oh. Oh! Holy! Weet je wel, ik heb hier wel een goed gevoel bij. Het feit dat we nu al bijna 5000 punten zitten. Gucci. Dit ding klinkt toch echt alsof ik nou zo'n Back to the Futures auto heb. Hij lijkt ook wel een beetje op met dat chrome. Maar we hebben gewoon de 6000 punten al, joh. Dit is de tweede lap. Ik had een stuk beter dan ik had gehoopt. Of in ieder geval qua punten dan. Het voelt nog steeds een beetje shitty, maar... Hé, hey, zolang ik het haal, vind ik het allemaal prima. Oh, wacht, maar ik moet het wel finishen nog in 40 seconden tijd. Dat is wel de bedoeling. Laten we dat maar eens even doen dan. Haast maken, boys. Haast. I gotta go fast. Het was een best wel lange baan ook. Ik weet niet meer precies waar de finish zat. Maar ik zie het wel gebeuren dat ik nou niet op tijd ga finishen. Oh. 30 seconds left. Ik ben nou gewoon volle bak aan het rijden naar die finish. Want ik weet niet waar de finish is. Hier ergens? 10 seconden nog. 10 seconden. Waar is de finish? 6. 5. 3, 2. 1. Begin. No, ik kan niet. I failed. What? Het ging zo lekker. Hoe ver was ik van die finish verwijderd? Ik dacht dat ik iedere keer al bij de finish was. Maar het ging steeds verder, 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 verder. Oh my god. Ik had een hoop punten, maar... Zo zie je me weer. Dat is niet alles. Waar is deze start? Ik zou willen zeggen dat ik heel dichtbij was. Maar het lijkt allemaal op elkaar. Dus het is lastig om te zien of ik nou bij de finish was, ja of nee. En... Ik weet ook niet wat slim is. Of ik deze donuts allemaal maar één keer moet doen. Ik ga nou alsnog een extra rondje. Goddammit. Maar ik zal dit waarschijnlijk niet te veel moeten doen. Want dat kost tijd. En tijd hebben we blijkbaar niet. En dat is een wall ride. Hé, nou zul je zien dat ik daar ook niet eens genoeg punten heb. Als ik bij de finish ben. Dat zou wel gênant zijn. Dan ben ik nou sneller. En dan heb ik geen punten. Beetje grinden, hoppakee. Ik denk natuurlijk wel. Als we sneller zijn, krijgen we op het einde extra punten. Waar moet ik heen? Oh, ik moest naar rechts. Dit is soms zo confusing. Het lijkt allemaal op elkaar en ik weet de weg niet. In principe kon ik daar gewoon dus langs rijden. Hoeveel punten hebben we? Oh, pas 1600. Ik zit nog steeds in de eerste lap, though. Oké. Hier kunnen we grotendeels een rondje doen. Dit is maar een klein rondje. Yep. Ik vraag me af of we hier een keer veel punten voor krijgen. Voor die wall rides. Want het voelt zo raar. Niet heel bijzonder of zo, maar... Als we punten opleveren, vind ik het prima. Want dat is iets waar we nou dus wel een beetje een tekort van hebben. Dat zijn punten. Dit is inmiddels de tweede lap. En ik heb nog steeds geen 3000 punten. Oh... Dat is rapzalig. Here we go. Nou hebben we 3000 punten. Ja, ik zie het wel gebeuren dat ik dit ook haal. En gewoon niet genoeg punten heb. Dit is de laatste lap. Ik heb nog 1,5 minuut. Ik had eigenlijk in de gaten moeten houden hoe lang ik over zo'n lap deed. Want ik denk dat we nou al tijd zat gaan hebben. Ik denk dat we even punten moeten farmen. Ik heb gewoon nog 2000 punten nodig nou. 2000. Ik weet niet hoeveel ik net had in die vorige poging. Dat hadden we best wel veel. Nog 1 minuut hebben we nou. Ah! Kijk, als ik weet waar die finish is... dan kan ik daarvoor gewoon even rondjes blijven driften of zo. Maar ik heb geen idee waar die is. Dus dat maakt het lastig. Oh, ik ga veel te hard. Ah! Dit is waar ik net was geëindigd. Dus ik geloof niet dat de finish heel ver weg zal zijn. Dus misschien als ik hier nog wel wat puntjes mee pak. Maar dat driften... dat lijkt inderdaad... te werken. Nog 1 extra rondje. Voor de goede orde. 23 seconden over. Ja, ik denk dat we dit nou wel... Oh, ja. Objective gecomplete. Oké. Okay. Waar is die finish? Ah, hier is hij. Yes! Hatsee! 6.500 plus nog een extra 127. Zoals ik al zei, die tijdbonus levert vrijwel niks op. Dat is niet de moeite waard.
Waar moeten wij nou naartoe? Zo'n 4 kilometer moeten we rijden. Moeten we weg van dit park. En dit zal dus waarschijnlijk met Amerikaanse auto's zijn. Ik weet niet welke. Maar ik weet dat we die pick-up er niet hebben gehad. Dus ik gok dat die erbij gaat zitten. Ik vraag me echt af hoe snel je deze auto kan maken met de juiste items. Oh! Oef! Ah, hier is het al. Dat is dichterbij dan ik had verwacht. Oké, wat gaat onze keuze zijn? Ze had het net volgens mij over, maar ik zat niet te luisteren. daar is hij. Dat is letterlijk die auto die ik bedoelde. Die pick-up. Die gaan we sowieso pakken, want die anderen hebben het al gehad. En die viel ik een beetje tegen. Ik weet niet hoeveelste event dit inmiddels is. Maar let's go. Yes. Wat een dom ding. En dat is precies de reden waarom ik ermee wil rijden. Die motor zit er achterin. Is wel cool. Oh, die uitlaten zit... Oh, dat is super gaaf. Die zit letterlijk bij de achterlichten. Oh. Oké, dit is weer heel anders dan die auto van net. Dat continu opswitchen, dat is best wel naar. Want dat... daar krijg ik kortsluiting van. In mijn brein. We zijn wel snel weg. Het was duidelijk de betere keuze van de twee. Het is ook wel helpen dat die motor nou in het midden zit. Dan heb je natuurlijk dat evenwicht. Dat is dan beter. Dat zal wel helpen met rijgedrag. En oh, ga weg, rij! Oh, ik heb een volle NOS-stick. Ik vergat helemaal dat ik NOS had. Dat is iets wat ik zo vaak vergeet in deze game. Ik heb net bij die hele driftrace geen één keer die NOS gebruikt. Waarschijnlijk krijg je er ook extra punten voor. Oh, jij neemt de binnenbocht. Oké. Ik drift die bocht en hij neemt de binnenbocht. Dan doe ik dat hier ook. Dat is wel een leuke race. 3 laps trouwens. En dit was de eerste, zo te zien. Ja, dit lijkt nou al beter te gaan dan die race die we de vorige keer hadden. Met die this versus that. Maar je kan er niks van zeggen. Want vaak dan komen ze voorbij en dan is het klaar. Dus zolang ik gewoon de voorkant kan blijven rijden en hem kan blijven afsnijden. Dan geloof ik het wel. En hij rijdt daar wel heel ver achter trouwens. Wat de hel is hier gebeurd? Modifying a classic pickup like the 3100, I admit, it's bold. Dit is wel echt precies waar Hoonigan voor staat. Dit soort voertuigen. Gewoon de meest gekke creaties. Ik vind het ook raar dat deze auto niet in Forza zit. Want je hebt wel weer die andere Hoonigan auto's. En niet allemaal trouwens, want je hebt elektrisch heb je ook niet. Die Porsche dan wel. Deze bocht neem ik echt als een idiot. Ik weet niet waarom ik daar iedere keer mijn handrem doe. Ik heb nou zoveel lopen driften dat ik gewoon continu wil blijven driften, maar... Dat is eigenlijk niet wat we moeten doen. Oh! Ik heb trouwens de interieur nog niet bekeken. Oh! Waarschijnlijk niet heel verstandig, want ik crash direct! Die speedometer is wel heel gaaf, what the heck? Dat is cool. Oké. We moeten het niet opfokken. Laatste lap. Laten we het eventjes winnen. En dan kunnen we door naar... Wat zijn de laatste race voor vandaag? Ik heb het idee dat het heel snel gaat. We hebben het naar ons zin. Dat zal de reden zijn. En als je het ook naar je zin hebt, drop een likeie. Het helpt enorm, vooral bij deze video's. Want de crew video's zijn best slecht bekeken. Wat ik heel raar vind, want ik vind het echt een hele toffe game. En hier is de finish. Dit was echt een hele makkelijke race. Waarschijnlijk de makkelijkste race die we tot nu toe hebben gehad in deze playlist. Well done. En je zou het niet verwachten als je dit ziet, hè? Dat dit een goede raceauto zou zijn. Oeh, de Gymkhana Great Masters presented by Hoonigan. Nou gaan we driften, maar dat is maar meerdere auto's. En dat lijkt weer met die elektrische te zijn. Weet je wat doen? Het is daar, Racekhana. Voordat we erheen gaan, wil ik heel even nog kijken bij activities. Hoeveel... Oh, we hebben nog 3 events nou. Dan zal ik deze nog even doen. En dan die andere 2 doen we dan in de volgende video. En dan zal ik waarschijnlijk in de volgende video ook een nieuwe auto gaan kopen. Want ik ben er nog steeds niet echt over uit wat er gaat zijn. I mean... Ik zeg dat wel zo mooi, maar er zijn volgens mij maar 2 auto's te kopen. Die zijn allebei hetzelfde. Dacht ik. Nee, ik weet niet of we ook echt punten moeten maken daarvoor. Of dat het echt puur en alleen gewoon een race is met driftauto's. Ik denk dat laatste.
Ik kan me herinneren dat we ooit... Oh, snap! Dat we ooit eerder zoiets hebben gehad. Dus dat zal hier ook zijn. Reach top 3. Nou, dat hebben we het antwoord op onze vraag. Het is dus inderdaad een normale race, maar wel met driftauto's. Maar dan moet ik eigenlijk weer dat knopje omzetten. Dat ik niet continu ga driften. Ik hoor die Lancer die naast mij staat. Dat is raar. We hebben ook niks meer van die Lancer gehoord. Die we hebben afgeleverd. Dat zal... Oh, hallo? Ik kom niet van mijn plaats. Dat zal waarschijnlijk die inderdaad zijn, daar links. En... Ready for takeoff! Ik had verwacht dat ik verder zou vliegen. Oh, die lightning. Epic. Dit is iets wat ik niet moet doen. Maar ik kan niet laten. Ja, ik moet dat echt niet doen, dude. Kijk dan. Kan ik niet gewoon dit doen? Ja hoor. Zo doen we dat. No, Monica! Ik ben niet zo snel. Ik moet die upgrades op mijn auto gooien. Of ja, niet op mijn auto, maar die... ik weet niet eens hoe dat heet, maar dat je dan extra slipstream krijgt en zo. Die kan je unlocken met die punten. Dat zal een hoop helpen. Tot die tijd zullen we toch die bochten maar een beetje moeten afsnijden. Ja! Yeah! Kijk hoe ver hij vliegt. Jezus. Oh, je gaat... Oké. Okay. Shortcut. I see. Dat moeten we onthouden voor de volgende lap, want het zijn twee laps, zie ik. Slide left. Then slide right. Ik weet de weg niet. Ah! Oh, daar kan je omhoog. Ah! Dude! You get it? Nee! Mag ik je... Houston, I've got a problem. Ik dacht dat het een muur was. And there's no way dat ik dit nog ga... Oké, ik ga wel gewoon restarten doen. Ik dacht dat het een muur was, dus ik wilde uitwijken. Maar dat ging naar beneden. We weten nou een beetje hoe we moeten rijden. Dus dat zal ons helpen bij deze poging. Al zijn we wederom weer super traag weg. Ik blijf het raar vinden. Dit is een elektrische auto. Die hebben altijd gigantisch veel torque. Zijn snel weg. Het is wel een driftauto. Dus in dat opzicht, sure, veel wheelspin. Maar toch. We moeten ook in ieder geval kijken dat we daar niet weer crashen. Dat zou een beetje lullig zijn. Adapt your speed. Ja. Ik ga lekker die bochtjes behoorlijk ver afsnijden. Hoppatee. Er is geen enkele reden om die punten te pakken. Ik heb er toch helemaal niks aan. Try it to impress me. Ik ben geen uitslover, oké? Ik ben hier om te winnen. En dat is alles wat ik hier kom... wat ik hier kom doen. Ik word lelijk vooruit geduwd. Ja, die punten, dat kan me echt gestolen worden. I don't care. Oh. Oeh, lekker bochtje. Zo, hé. Dat is zo mooi als je net langs die muur gaat. Dat is heerlijk. Hier kunnen we nou dus afsnijden. Dat scheelt ook een hoop. Bonk. Oh, weer naar rechts. Ja, het gaat nou een stuk beter. Hier moeten we dus naar beneden. We kunnen ook rechts naar boven, maar... Dit ziet er inderdaad een stuk beter uit dan net. Een volle nostank. Dit is wel een lange baan. Dit is ook twee laps, dus... Oh! Waar komen jullie zo snel vandaan? Wat de hel? Dat is de zwarte vak. Oké. Okay. Nou, het is in ieder geval twee laps. Ik weet niet hoe lang één zo'n lap is. Maar, lijkt behoorlijk lang te zijn. Ik hoor een auto links van mij. Ja, daar heb je hem al. De rotary. Ik neem aan dat hier ergens wel die finish gaat zijn. Voor de eerste lap. Er zit al ruim 2 minuten aan het rijden. Ah, hier is het. Dit is waar we begonnen zijn, right? Ja, ja. En deze jump. Hey. Kijk dan hoe ver ze ook vliegen, man. Kijk hoe snel ze zijn. Nee. Nee. En dan kan ze hier van die boosters moeten doen. Net zoals bij Formule E. Als je dan bepaalde plekken raakt dat je auto een boost krijgt. Omdat het toch een elektrische auto is. I mean, dan zou alleen ik daarvan kunnen profiteren. Want die anderen zijn niet elektrisch. Maar dat is prima. Oh. Ga weg! Nou, het is wel een leuke race dit. Het zijn allemaal leuke races. Ik had wel iets meer variatie gehoopt. Wat we hadden bij die... Hallo? Jongens? Dat is niet de afspraak.
Want we hadden bij die Donut Media. Die ene race die we toen hadden. Dat we reden met een truck zonder remmen. Ik vond het echt een tof event. Ik vind het jammer dat we dat niet meer hebben gezien. Want het was zo uniek. Ik heb zoiets nog niet eerder gezien. Alles bij deze playlist dat driften gewoon echt heerlijk. Dus ja. Weet je wat, we gaan nou hier naar rechts. Hopelijk dat dit geen fout was. Oh boy. Even dat ik dan naar rechts zou vliegen. Ga weg. Dit, waarom zijn die zo snel? Ik hoor ze gewoon aan vliegen. Oh boy. Die kijkt dan. Ik weet niet of we per se moeten winnen. Of dat top 3 voldoende is. Dat is ook nog wel een dingetje. Maar ik wil winnen. Oh nee. Ik moet doorrijden. Dude, ik sneed die checkpoint zo ver af. Ik zag hem niet. Ik zag hem pas helemaal op het laatst. Holy, het feit dat ik door mag rijden is wonderbaarlijk. Oh, mijn hart die stopte daar. Ik hoor hem. Don't you dare. Oh, hij gaat me nog inhalen. Hij gaat me nog inhalen. No! Hij gaat me niet inhalen. Godzijdank. Ik dacht dat ik hem links hoorde. En ik nam die bocht raar. Dus hij komt gewoon links langs. 4 minuten 38. Ik heb het idee dat het een hele goede rit was. We gaan eens even kijken waar we ergens staan daar op die leaderboard. We hadden niet de beste laptijd. Gary, die was 2 seconden sneller. Doet hij gewoon. We staan 600ste wereldwijd. Dat is fijn. En we hebben een reward available. Nieuw level raged. Even kijken wat we daarvoor kunnen ontvangen. Bijna $40,000 voor dit. We hebben 1,9 mil. Bijna de 2 mil. Die gaan we sowieso krijgen aan het einde van deze playlist. Want dan krijg je altijd extra geldbonus. Plus dus een nieuwe auto. En ik vermoed dat dat... Nou, ik wil zeggen, ik denk telkens dat dat die is. Maar dat is het waarschijnlijk niet. Ik denk dat de kans best wel groot is. Dat het juist die Lancer is. Die je op die activity tab ziet. We gaan nog even snel onze rewards ophalen, Hero. En dat zal niet heel speciaal zijn. Oh, we hebben 2 mil. We hebben 2 mil. Ik had niet verwacht dat we geld zouden krijgen. Ik denk, we krijgen een patchje of zoiets in die richting. Ik wilde eigenlijk die challenges bekijken. Maar ik ga ermee stoppen. Ik wil jullie bedanken voor het kijken. En vond je nou een leuke video, drop sowieso een like. De volgende keer gaan we hiermee verder. Gaan we deze playlist afmaken. Gaan we zien wat we kunnen krijgen. En laat me in de comments achter wat jullie er zo ver van vinden. Dit is waarschijnlijk een van mijn favoriete playlists in deze game. Samen met dus die Donut Media. Ja, vond je het leuk? Drop een like, abonneer of meer. Klik op de bel. En hopen tot zo snel. Houdoe!